Ze gaan twee aan twee langs de deuren, maar dit weekend waren ze met duizenden tegelijk aanwezig bij een congres in de Zwolse IJsselhallen. Jehova's getuigen. We vinden het heel belangrijk om als geestelijke familie van elkaar bij elkaar te komen voor onderwijs wat we krijgen uit de Bijbel. Het onderwerp is dit jaar blijf loyaal aan Jehova. We vinden dat de loyaliteit of trouw, dat het echt essentieel is voor elke relatie. En we leren hier hoe we trouw kunnen zijn in onze vriendschap met God en onze familie en vrienden. De Nederlandse Jehova-gemeenschap is met 30.000 leden de laatste jaren redelijk stabiel. Nieuwe gelovigen treden toe via de doop. Voor ons is de waterdoop echt de belangrijkste van deze dag. Omdat het voor de doopkandidaat de belangrijkste keuze in zijn of haar leven is. En hier wordt gesymboliseerd door de waterdoop. Een paar minuten geleden ben je gedoopt. Wat voor gevoel ging er door je heen? Nou, eigenlijk helemaal een vreugdegevoel. Want ik wil graag mijn God Jehova dienen. Dus dit is eigenlijk de beste keuze die ik kan maken. Ten eerste was ik heel zenuwachtig. Maar het was toch een gevoel van vreugde. En ja, toch dat iets van je afviel omdat je die spanning opbouwt. Maar het voelde heel goed, heel fijn. Heb je een bepaalde druk gevoeld om Jehova's getuige te worden? Nee, juist niet. Juist niet, want het is juist mijn eigen, het is met een vrije wil gedaan. Dus het is met mijn eigen wil dat ik deze keuze heb gedaan. En niemand heeft mij druk gegeven ofzo.